Er is zojuist een grote update uitgekomen voor alle gepassioneerde Feyenoord Rotterdam fans. Het is met grote vreugde en enthousiasme dat we jullie dit bombastische nieuws brengen. Oh my! De sterspeler is gearriveerd om het felbegeerde nummer 10 shirt van ons geliefde team te dragen. Ja, het is bevestigd. Een belangrijke versterking is onderweg om het niveau van ons team nog verder te verhogen en ons te helpen nieuwe hoogte te bereiken. Maak je klaar om dit grote talent. Dat belooft geschiedenis te schrijven bij Feyenoord Rotterdam met open armen te verwelkomen. Blijf kijken voor details uit eerste hand over deze ongelooflijke komst en al het laatste nieuws van Feyenoord Rotterdam. Voordat we verder gaan, raad ik je aan om te controleren of je al geabonneerd bent op ons kanaal, zodat je altijd op de hoogte bent van updates over Feyenoord. Vandaag hebben we twee nieuwtjes voor je. Eerste nieuws. Feyenoord verkent de markt voor een extra linksback. Onze club staat niet stil op de transfermarkt en is op zoek naar een nieuwe linksback. Dat komt omdat we een aantal grote verliezen hebben op die positie. Kielinski Hartman is uitgeschakeld na een knieoperatie en zal naar verwachting pas begin volgend jaar weer trainen. Gijs Smal heeft ook een kuitblessure opgelopen en zou wel eens een trage ruitree kunnen maken. David Hanko keert binnenkort terug op de training. Maar zijn focus ligt op de centrale backpositie. We hebben dubbele dekking nodig op linksbackpositie en dus is de zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger essentieel. De jonge Jan Plug, de neef van Dirk Kuyt, kan zowel links- als rechtsback spelen. Marcus Pedersen, hoewel rechtsvoetig, kan ook als linksback worden gebruikt. Marcos Lopez is momenteel de enige linksback in onze selectie. Zijn verblijf na de zomer is echter nog onzeker. Daarom is Feyenoord vastbesloten om een nieuwe kwaliteitsvolle centrale verdediger aan te trekken. Tweede nieuws. Ezequiel Boulaude in Argentinië in afwachting van werkvergunning. Onze aanvallende middenvelder Ezequiel Boulaude is in Argentinië om de formaliteiten voor zijn werkvergunning af te ronden. Hiermee kan hij weer aan het werk hier in Nederland, waar Feyenoord Noordrijk halzend naar hem uitkijkt. Hoewel Boulaude, 23 jaar, wordt uitgeleend aan geïnteresseerde clubs, wil trainer Braje Priske hem graag weer aan het werk zien in ons 3-4-2-1 systeem. De plannen waren al in gang gezet toen we tegen FC Dordrecht trainden, maar de werkvergunning moest opnieuw worden aangevraagd. De vriendschappelijke wedstrijd tegen KRC Genk kwam ook te vroeg voor hem. Zodra alle formaliteiten bij de immigratie- en naturalisatiedienst zijn afgerond, zal Boeloude weer meetrainen bij Feyenoord. Priske kijkt ernaar uit om hem in actie te zien en daarom is er nog niets concreet over zijn uitleenbeurt. Boulaude vliegt naar Rotterdam zodra de lichten op groen staan. Vergeet niet één like achter te laten. Blijf kijken voor meer updates en nieuws van ons geliefde Feyenoord. En zoals altijd, laten we samen juichen voor het succes van ons team. Go Feyenoord!